We gaan zo met Ruben bellen, met een van mijn examenleerlingen. Kijk. Hi. Hi. Mooi, kan je horen? Kan je mij goed horen? Ah, dan werkt dit. Hey Ruben, heb jij al gewerkt aan opdrachten voor school? Yes. Ja, mijn werkplek is thuis natuurlijk. Dat geldt voor jullie leerlingen ook. En dat is een grote verandering. Ja, lesgeven, dat is natuurlijk een raar begrip op het moment. Ik zou het niet lesgeven willen noemen. Leerlingen krijgen opdrachten. Ik maak instructievideo's. Ik leg uit via video's maken. Dus dat deel ik zo met die leerlingen. Dat is een heel andere manier van onderwijs. Oké, vandaag bij de eerste quarantaineles ga ik je uitleggen hoe je een spanningsmeter aansluit. Je hebt verschillende soorten spanningsmeters. Deze heb je op school. Dit zijn grote gele kastjes. Die zijn redelijk robuust. Oké, als het goed is kun je nou het examen zien. Klopt. We krijgen opdrachten via een programma. En dan heb je voor elke dag heb je een opdracht, bijvoorbeeld economie, natuurkunde, scheikunde. En dan moet je dat per dag wordt dat aan je gegeven. En dan heb je daar een deadline van. En dat moet je dan maken en inleveren via datzelfde programma. Dan kijken de docenten dat voor je na. En dan krijg je daar feedback op. Ja, we hebben dus een snelheid van 54 km per uur. Mm-hmm. En wat moet ik nou gaan doen? Hoe ga ik die tijd uitrekenen? Ik ben wel heel erg benieuwd hoe we dit gaan oplossen qua eindexamens. We hebben... want ik wil gewoon een goed eindexamen maken, zodat ik lekker naar mijn volgende school kan. Mijn game artist opleiding kan gaan doen. En dan wil ik niet gaan lopen puzzelen met een eindexamen die we te laat hebben gemaakt of nog niet hebben gemaakt. Dus ik hoop dat dat wel goed opgelost gaat worden. Ik wil zoveel mogelijk opdrachten voor ze klaarzetten. Ik kan online, kan ik ze helpen, ik kan vragen beantwoorden. Ik probeer video's te maken. Dus ik doe mijn uiterste best. En nou is het fingers crossed. Hopen dat het werkt. Nou, dankjewel voor je belletje. Yes, dankjewel. Oké, doeg. Doei.